Helemaal, welkom weer in een nieuwe vlog. Vandaag ga ik weer naar de BSO, maar vandaag ga ik, als het goed is, als het wel doorgaat, naar de bovenbouw BSO. Vorige week zei ik dat ook wel leuk, maar dan werd het uiteindelijk ook de onderbouw. Dus ja, ik heb het vorige week echt specifiek gevraagd van, je mag een keer bij de bovenbouw meekijken. Toen zei diegene ja, maar goed, gisteren was diegene er nog, maar ja, misschien is diegene nu niet ziek. Dus dan, ja, dan weet ik het niet. Maar goed, dat wilde ik zeggen. Voor morgen heb ik weer school. Maar goed, dit boek heb ik nu. Ja, tenminste, dit is een van de 6 boeken die ik nu voor mezelf bij de bieb heb geleend. Ik heb nog 2 dagen om deze van mezelf uit te lezen. En als ik vanavond tv heb gekeken, ga ik zelf ook nog een ander boek beginnen. Want anders red ik het gewoon niet. Ik heb maar 3 weken de tijd. En dan kwam ik gisteren een beetje te laat achter. Toen was het al 9:55. En dacht ik, ja, als ik nu nog van één boek 76 bladzijden moet lezen, wordt pittig lang. Dus ik hou het voor nu hierbij. En vanavond ga ik dan een ander boek beginnen. Het is een soort van romanachtig boek. Dus ja. Tot nu toe vind ik het wel oké. Ik vind het niet fantastisch. Maar goed. En de volgende mededeling is dat maandag mijn stagemeester met corona naar huis is gegaan. En toen heb ik binnen de 1,5 meter afstand, zeg maar, bij haar gestaan. Maar goed, niet lang genoeg. En zeg maar, daarna heb ik ook gewoon, ja, ik hou eigenlijk bijna altijd wel afstand van haar. Tenzij ze me iets aangeeft om bijvoorbeeld te kopiëren. Ja, maar goed, dat was echt letterlijk 10 seconden of zo. En ja, weet je, daar kan ik dan geen corona van krijgen. Ik heb gisteren met haar afspraken gemaakt voor mijn opdrachten. Dus prima, maar goed, ik ga nu eerst ontbijten. Dan ga ik dit lezen. En dan ga ik verder nog iets doen voordat ik naar stage ga. Ja, dat wilde ik zeggen. En ik wilde nog iets. Oh ja, mijn vraag aan jullie is, omdat ik vloggen heel erg leuk vind. En ik merk dat dit gewoon niet. Ja, dit wordt wel oké bekeken. Maar ik vind weekvlogs leuker om te doen. Omdat je dan echt een beeld hebt van mij, van wat ik in een week nou eigenlijk echt doe. Want jullie zien eigenlijk op vlogs eigenlijk alleen maar wat ik donderdagen doe. En dat is eigenlijk basically altijd hetzelfde geweest. Totdat ik in plaats van school kreeg, naar de BSO ging. En als ik straks klaar ben met mijn opleiding, zal dat wel helemaal anders worden. Maar daarom vind ik het juist zo leuk om dan vanaf, laten we zeggen, volgende week alleen nog maar weekvlogs te gaan doen. Maar dat hangt echt van jullie af. Als jullie zeggen van, nee, ik wil gewoon echt wekelijks een keer een eendag vlog, dan vind ik dat ook prima. Maar kijk, voor sommige dagen moet dat ook gewoon. Bijvoorbeeld favorieten van de maand, dan die valt precies over 2 weken op een donderdag. Ja, dan kan ik beter de vlogdag omdraaien. Kijk, dan ga ik geen weekvlog doen. Dan wordt het gewoon dinsdag vlog, donderdag favorieten van de maand. Maar dat kan, kijk, weet je, dat kan dan dus ook gewoon. Maar ik wil eigenlijk gewoon van het dagelijks vloggen, zeg maar 1 keer in de week, wil ik gewoon dagelijks vloggen, weekvlog van maken. Omdat ik dat gewoon zelf leuker vind om naar te kijken en om te maken. En jullie krijgen dan een iets realistischer beeld van wat ik eigenlijk nou doe in de week en op een dag. Want ik kan die steeds wel heel leuk meenemen naar BSO, maar ik mag daar niet filmen. It's that simple, ik mag daar gewoon niks. Ja, ik mag daar wel dingen, maar ik mag daar niet filmen. En dat mag op geen ene stage natuurlijk, maar ik mag daar niet filmen. Dus dan kan ik wel heel leuk zeggen dat ik naar de BSO ben geweest en zo. Maar ik kan ook wel over mijn ervaring delen, maar ik mag daar niet filmen. En met de weekvlog, ja, dan kan ik ook niet op stage filmen. Maar zeker als ik terug klaar ben met opleiding. Tenminste, daar ga ik even vanuit. Tot nu toe wordt het heel spannend. Want ik heb nog 1,5 maand van mijn examens. En ik ben vorige week pas oprecht begonnen. En deze week had ik er ook 2 onderdelen. 1 heb ik uit kunnen voeren. Maar gisteren had ik een knutselactiviteit voor een examen. Maar die is 2 weken opgeschoven. Omdat mijn klas gisteren vrij was. Dus ja, weet je, het wordt wel echt spannend voor mij om dat ik het ga halen. Mijn oefenopdracht, die ik eigenlijk al lang af had moeten hebben, wordt pas 17 mei. De deadline is voor alles 27 mei. Dus ja, ik vind het heel spannend. Ik vind het echt heel, ja, ik heb dan nog 10 dagen de tijd om dingen te fixen voor die, zeg maar, als er iets fout gaat. Of als er iemand ziek wordt die me gaat begeleiden om dat circuit over te doen. Dus ik vind het heel spannend, jongens. Ik heb ook echt wel een heel klein beetje een onderbuikgevoel dat het misschien niet gaat lukken. Maar ik ga gewoon heel hard knallen. Ik bedoel, ik heb al bijna al mijn examens voorbereid. Ik
ga morgen verder met eigen deskundigheid uitwerken. En dan, weet je, die kan ze zo invullen, want dat is alleen maar lezen. En dan moet ik het gesprek op school doen. Dus voor de rest, ja, heel veel examens ben ik al een soort van me wel mee bezig. Zoals ik nu, ja, zoals, ja, weet je wat ik wel een beetje lullig vind? Ik had een hele voorbereiding gemaakt. En eigenlijk hoef je alleen maar de voorbereiding te beoordelen. En hoef je niet de hele, niet het echt uit te voeren. Maar van haar moet ik dat dus wel doen. Waardoor ik nu dubbel werk aan het doen ben. Omdat zij alle opdrachten los beoordeelt. Dus ik moet voor sommige examens, moet ik, waarvan bijvoorbeeld voor heel dat exameneenheid, dus heel exameneenheid D, kan ik ze allemaal combineren met elkaar. Maar zij wil dat ik ze allemaal los van elkaar ga doen. Waardoor ik heel veel werk aan het doen ben. Kijk, sommige dingen doe ik al. Zoals bijvoorbeeld met kinderen letters daar doen, dat doe ik eigenlijk al. Dus dat kan ik makkelijk ze aftekenen zonder dat ze het gezien hoeft te hebben. Maar goed, ik ga nu snel eten. Ik heb honger. Ik zie jullie vanzelf alweer. Op naar stage. Hey jongens, bij deze wil ik graag de vlog afsluiten. Dat is een prima dag op stage. Ik denk dat ik inderdaad bij de bovenbouw ben zo blijven. Omdat het gewoon leuke kinderen zijn en je kan er iets meer mee. Jonge kinderen kan je, ja, die zitten maar een beetje om zich heen te kijken. En ga vooral zelf spelen. In de bovenbouw kan je ook gewoon tafelvoetballen of gewoon voetballen. En spelletjes spelen. Dus dat vind ik veel leuker. En ik hoef geen kinderen te verschonen. Want bij de onderbouw moet je wel eens kinderen verschonen. En dat vind ik vies. Dus ja, nou plas niet, maar pop wel. En dat wordt verwacht dat je dat wel doet. En dat vind ik een beetje disgusting. Dus nou, opgelost. Goed. Deze wil ik wel graag de vlog afsluiten. En let eventjes in dat weten wat jullie liever weekvlogs willen zien. In plaats van dit soort vlogs elke week een keer. Dus laat maar eventjes weten. Nou, tot de volgende video. Doei doei!